Welkom bij Gewoon Doen TV, aflevering 234. Vandaag op de koffie met Prins van. Kom erin. Heerlijk zo'n kopje koffie. Nou, we zitten hier op de koffie met Sven. Maar ja. Wie is Sven eigenlijk? Hij was, of is nog steeds, de prins van de Drummel. Klopt, ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En hoe heb je die tijd beleefd? Ik vond het de mooiste tijd van mijn leven. Ik vond het eigenlijk het leukste wat ik tot nu toe heb gedaan. En het mooiste. Ja. Nou. Daar kan ik me niks bij voorstellen, maar goed. Jij viert geen carnaval? Nee, ik vier geen carnaval. Het is wel heel leuk, het is echt heel leuk. Ja. Vier volgend jaar. Was het moeilijk om het geheim te houden voor je familie en zo? Ja, in het begin is het heel moeilijk, maar je leert een beetje liegen. Want in de eerste weken denk je dat iedereen het weet, maar niemand weet het. Want ik werd op 11 november gevraagd, dus dat is echt nog ruim, echt 2 maanden voordat ik uitkwam. Ja. Dus in het begin was het echt van... Oh, iedereen ziet het, maar niemand ziet het. En je leert gewoon een beetje liegen en je leert vragen stellen in mijn vriendengroep ook van wie wordt de prins, vroeg ik. En ja, in het begin durf je er niet, maar later nadenk je van, weet je, je leert het een beetje spelen. Dat je het niet bent. Je bent het wel. Je moet eigenlijk, je doet eigenlijk net als bij de mol. Ja, wie is de eigenlijk mol? Wel, ja. Ja. Maar ja. Dan is het wie is de prins. Ja. Wie is de prins, inderdaad. Ja, en dat was ik. Ja. Ja. Hoe reageerden de mensen van Hete Soep op jouw uitkomen van de prins? Die hadden eigenlijk niks door. Of ja, Joris is een adjudant van mij, was een adjudant van mij, die zit bij Hete Soep. Die wist het. Maar wij hadden die avond, gingen wij met een aantal naar de Meertal. En ik zei ook, ik was van tevoren ook in de zaal. En Joris had een smoesje dat hij bij de Vrienden van Amstel was. Mm-hmm. Ook leuk trouwens, de Vrienden. Ja, maar dat was hij niet. Dat was een smoesje. Maar die hadden eigenlijk niks door. En ik had gezegd van ja, het gaat slecht met de hond thuis. Die is een beetje ziek, dus als ik daar gebeld word, dan moet ik even naar huis. Dat is ook een smoesje. En toen werd ik in de zaal, hadden we afgesproken. Dat ik, volgens mij om 9:15 werd ik gebeld. Hadden we afgesproken, dus ik was de hele tijd op mijn telefoon kijken hoe laat is het, hoe laat is het. Toen werd ik gebeld, toen ben ik de Meertal uitgelopen. Toen hadden ze nog niks in de gaten, want toen kreeg ik daarna appjes van gaat het wel goed, gaat het wel goed. Alleen toen ik niks meer liet weten en echt meer dan een uur weg was, toen wisten ze, oké, Sven wel prins. Ja. Dus die hadden niks door. Nee. Nou, dan sneaky. Ben jij een goede acteur. Ik ben, ja, dat klopt. Ja. Waarom hebben ze jou gekozen als prins? Dat is een hele goede vraag. Ik denk, omdat ik zit bij Hete Soep in de carnaval. De Horst de carnavalsparade organiseren en ik ben, ja, ik ben best wel een carnavalsfan, dus ik vind carnaval echt super leuk. Ik ken ook alle liedjes, of in ieder geval, ik heb een tik dat ik alle liedjes wil kennen, alle teksten. Dus ja, ik denk omdat ik echt een carnavalshart heb en dat ik veel aan Horst doe en ja. Hart met goed, heel groen. Ja, dus ik denk dat ze mij daarom hebben gevraagd, ja. Als je gevraagd wordt voor prins, hoe gaat dat dan? Hoe dat gaat? Nou, dat was toevallig hier. Ik was hier aan het werk bij het gasthuis. En het was 11 november om 11 over 11, precies. Toevallig. Toevallig, dat was geen toeval. Wow. En ik was de opening te kijken van de carnaval. Dat zat het op L1. Ja. En toen ging mijn telefoon en het was een onbekend nummer. En toen dacht ik, wie durft mij op dit moment te bellen? Maar toch opgenomen en toen nam ik op en toen was het met de carnavalsvereniging van Ottersum. En ik zei, Ottersum, ja, dat is een plaatsje in Brabant. Ja. Die zei, ben je van Hete Soep? Ik zeg, ja, we willen jullie graag met carnaval boeken voor op te treden. En toen zei ik al gelijk van, ja, ik zeg, met carnaval zelf doen wij niet optreden, want dat willen we zelf vieren. En toen zei dat was eigenlijk een Brabantse stem en toen sloeg de stem over en toen zei hij, wil jij de hoofdrol gaan spelen in het mooiste sprookje van Horst? En toen snapte ik nog niet wat hij bedoelde. En dus toen eigenlijk heeft hij al om de tuin gehad. Ja, en toen was het van, ja, dus met de voorzitter van de Drummel, wil jij prins worden?
En ja, zo ben ik gevraagd. En toen dacht ik nog dat het een grapje was. Toen heb ik echt 20 minuten nog aan de telefoon gebeld van, is het echt waar? Klopt het echt? En toen was het van, ja, denk er even thuis over na. En dan horen we wel of je ja zegt of nee. Maar ja, nee zeg je nooit, denk ik, als je gebeld wordt. Ja, niet zo gauw. Dus toen heb ik s'avonds heel snel teruggebeld dat ik het... Ik had al gezegd dat ik het wilde, maar thuis overlegd. En toen was het een ja. Ja. En wat was je mooiste dag? Mooiste dag? Eigenlijk is alles mooi, maar ik denk dat het uitkomen wel echt het mooiste was. Omdat je dan... Je hebt 2 maanden het geheim gehouden. En dan komt die dag en die dag die gaat niet voorbij, want je bent super zenuwachtig. Want je weet, vanavond weet iedereen het. En ja, dan gaan ze de proclamatie voorlezen. Het zijn 11 puntjes. En dan hoor je halverwege al je naam in de zaal. En dan sta je, ik stond dan achter zo'n rotsblok. En dan op een gegeven moment roepen ze jou, ja, Prins Sven de Eerste. En dan mag je er uit die rots, zou ik maar zeggen, springen. En dan, dat is wel echt heel vet. Dat applaus wat je dan krijgt en alle reacties. Dat is wel echt super mooi. Dat is denk ik wel het mooiste. Ja. Heb je elke dag carnaval gevierd of heb je ook dag iets meer? Zeg, ik kwam 14 januari uit als prins. Ja. En vanaf dan was elk weekend, dus elk weekend van vrijdag tot zondag, gewoon volledig vol. En carnaval begon ja vrijdag tot, wat was het, woensdag eigenlijk, dinsdag, woensdag. Ja. En ja, in de dolle week heb je eigenlijk ook wel nog best wel wat dingetjes waar je naartoe moet. Dus ja, er was wel heel veel carnaval, ja. Ik heb alles wel gevierd, ja. En wat heb je na carnaval gedaan? Na carnaval heb ik even niks gedaan. Toen zijn we met z'n zessen zijn we een dagje naar Scheveningen gegaan. Even weg uit Horst, weg van de carnaval. En de rest veel slapen. Want je bent helemaal, ja, bent heel dat moe. Dat had ik verwacht. Ja. Ja. Hoe ziet de show uit als je prins bent met carnaval? Hoe voelt dat en wat doe je daarmee? Eigenlijk vanaf het uitkomen, dat was op zaterdag, dan word je prins. En daarna is het gewoon een, ja, echt een achtbaan vol met activiteiten. En als ik carnaval bijvoorbeeld alleen even die dagen pak, dan heb je vrijdag, ga je 's ochtends. Begonnen we om 9 uur, dan ga je alle basisscholen af. We zijn er bij de ouderen geweest, we zijn er bij de twinkeling geweest en alles. En dan heb je cafébezoekjes. Zaterdag hadden we de parade hier in Horst met allemaal artiesten. Je hebt vrijdag ook nog trouwens de carnavalsmis, dus in de kerk mag je ook nog even zitten. En dan heb je zondag heb je, een optocht. Je hebt de sleuteloverdracht. Dan krijg je sleutel van de gemeente, van de burgemeester. Oh. Zeggen dat je er overal mee kan naar binnen kunt. Maar dat is zo'n grote sleutel, dus ik verwacht het niet. En ja, dan heb je de optocht. Dan heb je feest in de Mertal. Heb je s'avonds cafés. En de maandag en dinsdag is ook alleen maar ja, de Mertal, café bezoeken. Je gaat eigenlijk, ja, je wordt echt geleefd. Dus je hebt een heel schema. Je hebt een eigen bus die je overal naartoe brengt. Ja, stukjes mag je lopen, maar als je, ja, we hebben wel veel gebruik gemaakt van de bus. En het is gewoon, ja, je hebt een draaiboek en dan moet je, je mag dan bijvoorbeeld een half uurtje in dat café zijn. En dan ga je een half uurtje naar dat café en dan zo ga je de hele dag door. Aha. Ja. Dus het is een drukke planning. En hoe laat was je planning afgelopen? Elke dag was het rond een uurtje of 1:30, 2, zoiets. En we begonnen elke dag rond een uurtje of gemiddeld denk ik 10 uur of zo. Wauw. Dus je hebt lange dagen. Ja. Ja. Maar, en dan kom je thuis en dan denk je, oh, ik wil gaan slapen, maar dan kun je niet slapen omdat je zoveel adrenaline hebt. Ja. Dus dan leg je nog 1 uur, 2 uur wakker. En 's ochtends gaat de wekker weer, maar dan ben je toch wel gelijk wakker omdat je er weer zin in hebt. Ja. Momentje, ik zie ook nog na de kant dat je attributen hebt meegenomen. Ja, klopt. Ja, dit is mijn steek. Of ja, muts mag je het ook noemen. Die heb ik gekregen. En die blijft ook bij mij. Totdat ik doodga zelfs. Oh. Maar dat duurt hopelijk nog heel lang. Mm-hmm. Maar die mag ik houden, ja. Die is van mij. En die mag ik dadelijk alleen maar op als we met de oud-prins dingetjes hebben. Dus dadelijk, ja, die gaat dadelijk wel mooi in de hoes opgeborgen. En eind van het jaar mag ze eruit.
En dit zijn een paar onderscheidingen. Maar ik heb er echt deze, eigenlijk zijn het hoesordes, als we het echt de term geven. Maar ja, sommigen noemen het medailles, sommigen noemen het onderscheidingen. Maar deze zijn eigenlijk voor mij die drie. En ik heb er thuis een stuk of 30, want iedere prins krijg je er een van. En ja, het is een hele bos. Ook van de oud-prins? Oud-prins niet, allemaal van de nieuwe prinsen. Maar als je een horsprins bent, heb je al 14 andere prinsen. Dus dan krijg je... Voor elke prins krijg je al een onderscheiding en die krijgen een onderscheiding van mij. Dus ja, dus je hebt heel veel om je nek hangen met carnaval. Mm-hmm. Ja. Heb je nekklachten dan? Ja. Ik ben elke week naar de fysio geweest. Ja. Nee, dus je hebt veel om je nek hangen en je hebt de cape en die cape is ook, ja, die is gewoon heel zwaar. En als je die een uurtje op hebt, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als je die 12 uur per dag minimaal op hebt, dan wordt hij vanzelf zwaar. Dus ik heb wel echt last van mijn nek en mijn rug. Nou ja. Ja. Maar daar is de fysio voor. Ja, daar is de fysio inderdaad voor. Ja. En dan weer een beetje nog niet echt terug naar de carnaval, maar naar hete soep. Ja. We vroegen ons af, wat is jouw volledige rol echt gezien in hete soep qua helpen gewoon... Wat ik daar doe. Wat ja, dat bedoel ik. Zingen. En mee liedjes schrijven. En ook een beetje marketing van Heet Soep. Ja. Dus ja, gewoon een leuke hobby. Wat we dit jaar iets minder hebben gedaan. Want ik werd prins. Ja. Maar het fijne is dat ik de agenda beheer. Dus ik had tegen de jongens gezegd dat er heel veel optredens doorgingen. Maar die had ik stiekem allemaal afgezegd. Oh. Dus toen kwam ik uit als prins en toen zeiden hun, ja, maar we hebben een hele volle agenda. Toen zei ik, ja, maar ik heb alles afgezegd. Dus, dus de jongens hadden het ook rustig. Ja, ja dat wel. Ja, maar die hebben ook heel veel meegevierd. Dus dat is wel echt superleuk. En wat vind je eigenlijk van onze videoclip? Vet, dat is al de tweede die jullie hebben gemaakt, toch? Volgens mij maken laat ook. Ja. Ja, leuk. Hebben jullie goed nagedaan. Eigenlijk beter dan ons. Oh. Ja. Ja. Dat is compliment. Ja. Ja, in het gasthuis ook nog. Wat ga je dan volgend jaar met carnaval doen? Carnaval vieren, alleen dan op een andere manier. Dus dan ben ik bij de oud-prinsen. Dus dan mogen we een paar keer met de oud-prinsen mee. En de rest mag ik zelf weer vieren wat ik vroeger ook deed. Dus dat zal in het begin wel raar zijn. Mm-hmm. Omdat je nou ja, de leukste carnaval ooit hebt gehad, denk ik, als prins zijnde. Ja. Dus, maar dan mag ik wel lekker van de zijkant ja, vieren, wat ook wel superleuk is. En dat geloof ik wel. Ja. En dan mag ik zelf bepalen waar ik heen ga. Yay. Dat is ook wel leuk. En hoe laat je het smaakt. Ja, dat klopt. Ja. Nou, bedankt voor dit gezellige gesprek en... Ja, veel plezier om volgend jaar met carnaval. Dankjewel. En dan moeten jullie ook gaan vieren, hè? Ik zou er nog over nadenken. Ja, wie weet. Ja. Misschien worden wij als jeugdprinses gevraagd. Dat kan ook, ja. Maar bedankt voor de vragen. Ja, ja joh, geen bedankt. Probleem. Graag gedaan. Nou, ik ga bij Wieners wonen, de boerderij van Hegelsom. Dat is een zorgboerderij waar ik doe werken natuurlijk. En ik ga in het stalhuis wonen. En ik ben op het idee gekomen om bij Wieners te wonen, is omdat ik werk al heel lang bij Wieners. Sinds 2016 ben ik daar wezen werken. En nadat ik het op idee ben gekomen is omdat ik woon ook in Hegelsom. Ik heb al 24 jaar thuis gewoond bij mijn ouders. En nadat ik bij Wieners wil wonen is ik werk daar. Dus ik ben dat al gewend om daar te wonen. Maar dat vonden mijn ouders ook... wel goed en dat past ook bij mij, want het is tenslotte ook nog mijn werk. Eigenlijk al voordat
er iets bijzonders begint, begin ik al voor de voorbereiding. Ik bedoel, ik kon niet alles meenemen natuurlijk. Ik helaas, want dat past natuurlijk niet. Want ik heb ook een hoop nieuwe spullen. Het leukste is zoveel mogelijk alleen te zijn. Dat lijkt mij het leukste. En zoveel mogelijk zelf te doen. Nou, ik hoop daar heel veel plezier te hebben. En ik hoop dat er iemand bij mij langskomt. Doei! Dit is gewoon doen voor deze week. Kijk hier volgende week weer. Gewoon doen!